Hey en welkom op de nationale finale van de Triumph Inspiration Awards. Ik studeer aan het KASK Gent en ik studeer dit jaar af met een mannen ondergoedcollectie. Ik vond het wel leuk om deel te nemen om hier eigenlijk een verlengstuk van mijn eigen collectie, maar dan in een vrouwelijke variant voor te stellen. Ik ben aux Ateliers Lanneau in deuxième année. L'école, on participe tous les ans avec l'école au concours Triumph. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de différences styles. Il y a les gens qui arrivent de toute la Belgique et du coup c'est assez intéressant la rencontre et de voir qu'est-ce que les autres font, les étudiants font. Ja, dat is gewoon super als wij zo'n award kunnen organiseren. We zijn 3 jaar geleden gestart en was voor ons ook eigenlijk een try-out. En nu zitten we aan ons 3e jaar en het is super. On trouvait très intéressant le projet. On a vu les développements les dernières années de Triumph et l'évolution du design chez Triumph. C'était très important pour nous de participer à cet événement. On trouve que c'est vraiment cruciaal, en fait. De mensen zijn zo creatief. Het is echt geweldig om te zien wat dat met lingerie allemaal kan. En dat geeft ons inspiratie voor onze toekomst. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Je me suis inspirée en fait de mon architecte Santiago Calatrava. Au niveau des formes, au niveau de la découpe du modèle. Ik ben vertrokken van een mannenvest en die heb ik verknipt om daar een lingerie set van te maken. Omdat ik het zelf boeiend vond om een kledingsvorm te nemen die eigenlijk al bepaalde connotaties heeft, al een bepaalde betekenis meedraagt. Donc je me suis inspirée des sculptures, sculptures métalliques en architecture. Moi je me suis inspirée du cubisme pour le sous-vêtement et pour donner une unité visuelle générale à l'ensemble. Eh bien, je me suis inspirée de l'art déco. Vraiment souligner les formes du corps, faire de la peau quelque chose qui fusionne avec le corps et qui ne soit pas superflu en fait. Waar gaan jullie als juryleden zeker en vooral opletten? Ik kan alleen maar namens mezelf praten. Op de eerste plaats kijk ik naar de creatie. Op de tweede plaats kijk ik naar hoe het technisch uitgewerkt is. Want een stuk lingerie in elkaar zetten is toch net iets ingewikkelder dan een blouseje of een rokje. Het thema, Shape Sensation, alles wat met shape te maken heeft, is toenemend belangrijker in onze producten. Heb je al de kans gehad om een aantal ontwerpen te bekijken, nader te bekijken? Ja, van dichtbij nog niks. Maar ik vind, je moet ook het moment houden voor wat het is. Ik zie het graag op een podium. De winnaar van de nationale finale die krijgt een ticket naar de internationale finale. En de internationale finale dit jaar gaat door in Londen, juist voor de aanvang van de Fashion Week. Dus dan is ja, heel Modeland is dan aanwezig, dat is gewoon super. En daar kan de winnaar dan €15.000 winnen en wordt zijn of haar setje gecommercialiseerd. Ik denk dat dat een ultieme droom is van iedereen die vandaag meedoet. De kans krijgen van straks naar Londen te gaan en ja, misschien nog hoger op te raken. Die visibiliteit is ook immens, dat kan je niet voorstellen. Ja, daar durf ik echt niet van dromen. Nee, ik zou heel blij zijn als ik in de top 3 zit hier in België en dan zien we wel wat daarna komt. Ja, dat is natuurlijk echt een heel vreemde opdracht om met vormen iets te doen. Maar wij vinden dat ze dat enorm goed geïnterpreteerd heeft. En dat dat sowieso heel commercieel realiseerbaar zal zijn. En dat zij in Londen een heel goede indruk gaan maken. Maintenant, ben, je dois, on a, je continue mon année. On a encore un défilé de fin d'année. Et je vais encore essayer de faire au maximum pour que ce soit encore mieux. Et peut-être réajuster des choses. Et j'espère qu'à Londres, ça marchera. Et que la Belgique aura une belle place. Voilà, de Belgische winnares van de Triumph Inspiration Awards is bekend. En we wensen ze heel veel succes tijdens de internationale finale in Londen.